schuilplaats. Je moet alleen de brug naar beneden krijgen. Dat kloofding. Je kloofstraal, ja. Probeer die op de kloof te richten.
jij in dit bed had, Wouter? Dat wou ik ook. Ik krijg hier vast spijt van, maar wat dacht je van de sneltor? Wat is daarmee? Het zal je niet lukken om hier overheen te springen. Ik kijk alleen even. En nu mijn laatste vijand, de drugsloten van de Morts. Zo te zien moet je deze sloten snel raken. Jep, die Morts zijn rare wezens. Met Ratchet praten. Eindelijk thuis. Waarom durf je me niet te vertrouwen? Luister, robots zijn niks voor mij.
Vooral niet als ze mijn sterrenstelsel uit elkaar scheuren. Dat doe ik niet. Ik wil Ratchet helpen om andere Lombaxen te vinden. We zijn veilig. Dit is echt totaal onnodig. Een Lombax. Oké. Dus je sprak de waarheid. Zoals ik al zei. Keer op keer. Jouw Nefarious, hij lijkt heel veel op de mijne. En ook net zo slecht. En die Lombax. Ik weet dat dat echt heel gek klinkt, maar... Je ziet in hem je dimensionale tegenhanger. Of zoiets, ja. Kijk, wat er ook aan de hand is, wij gaan het fixen. Wij? Zei jij niet, robots zijn niks voor mij? Niet allemaal, de meeste. Weet je, zoals de keizer en zijn stomme volgers, piraten. Ja, ik snap de ironie ook. Oh, mijn excuses. Ik probeerde niet te, Jij zegt sorry? Ook al keek ik net naar je brein dagboek dinges? Van die zoekpotige zit op zijn rug. Als ik daar kan komen en een map, komt dat hele ding naar beneden. Van die zoekpotige zit op zijn rug. Als ik daar kan komen en een map, komt dat hele ding naar beneden. Eerlijk, ik ben niet onder de indruk.
leger. De reservestroom heeft de vluchtstabilisator bijna hersteld. Wat enig. Nee, ik laat je niet ontsnappen. Daar komt die, Landek. Vluchtstabilisator te raken. Je hebt me gered. Dankjewel. Ja, nou, we hebben nog heel wat af te handelen. Eens kijken of Moord het schip heeft gerepareerd. Trouwens, wat dacht je ervan als ik een signaalversterker regel om je communicatiesysteem te repareren? Dat zou gelukkig zijn.
Niet zo spannend als wat we in deze infobot gaan vinden, maar het scheelt niet veel. Wow, ik hoorde Mort iets zeggen over het repareren van die grote mega... Bart, kijk gerust even rond. ...over het uitlijnen van de tandwiel in de staart. Nou, waarom zou hij dat willen doen? Oh, ja, dat is het ook al. Ik zei, Mort, zie je het uit als een werktuigbouwkundige? Ik ben een elektrotechnicus. Ongelooflijk. Ja, echt. Zijn gezicht werd daarna... Je vrouw Zirkon ruilt graag kogels voor Fountain. Rivet, het schip is klaar voor je. Mort, hij werkt weer. Dank je. Klaar om te gaan? Absoluut. Die upgrade heb je al gekocht, Ekkie. Ritalium is op. Oh, dat is nou jammer. Ah, die paarse dingen in de lucht. Heb je ooit wel eens zoiets gezien? Niet sinds het vuurwerk bij Mort's afscheidsfeestje. Maar dat duurde niet langer dan 5 uur. Dat is zo. Dat waren een paar leuke dagen. Waar moeten we heen? Eens even zien. En waar? Held? Let's fly away. Ah, fuck. Wat zie je daar? Fantom. Mooi dooi. Captain Quantum. Kletschki. Ik. En ik. Oproep aan het verzet. Ik post de lijst naar ons netwerk. Kom op. We fixen de communicatie. Thank you.
Badum, badum, bum, bum. Ah. This card. Dimensionator heeft een soort dimensionale ramp veroorzaakt. Als ik Ratchet niet kan vinden... Geen zorgen, Bouwtje. Ik ga je repareren. Beloofd. Hallo bezoeker. Iemand van de Discord. Is het Rutger? Wie weet. Waar moet ik heen? Oh. Gewoon terug naar het begin. Oké. Die stemmen. Wel geen voice casting. Elk jaar reden om in Nederlands te streamen, dus dan kan ik ook in Nederlands praten. Dus wel gemakkelijk. Ik heb geen idee waar ik naartoe moet nu. Eigenlijk. Heb ik hier niet gedaan wat ik hier moest doen? Dat lijkt me ook iets daar. Waarom zing ik altijd over ik over ja, werken, werken, werken. En die luxe zaken kopen. Happy hour, waar? Kom, we zoeken de bar. We zoeken de kroeg. Upgrade, maar ik heb geen geld meer. Denk ik? Oh nee, wacht. Sommige dingen zijn misschien wel een beetje cringe in het Nederlands, maar... Er zitten echt wel goede voice actors in. Van, ik heb al gehoord van Aladdin, precies. Was hij Jafar niet? Nee, een andere stem. Het was van Aladdin. Misschien was het toch Jafar, ik weet het niet meer. Maar het is zeker wel high budget. Dus ook wel eens misschien de moeite om Nederlands te spelen. Vlaams zou leuker zijn, maar. Nou. Nederlands is ook al iets. Dat krijgen we niet in elke game. Hang jij hier vaak rond?
een veilige haven voor het verzet. Ik hoop dat de keizer dat nog niet heeft ontdekt. Ik kan mijn wapens houden. Slachten met de genoemdag? Ik denk dat ik de goede kant op aan het gaan ben. Dus dat is ook al iets. De bar. Waar is de bar? Oei, hier is de bar. Hey Zerky, heb jij onze favoriete stuurman ergens gezien? We zoeken een signaalster. Dubbel geluid, ja, dat is waarschijnlijk dan op mijn... dingen opstaan, mijn soundbar. Ik kan misschien wel stil zijn. Is dat dan... Geef dat ding ook weer. Nu is het iets stiller, dus misschien helpt dat wel. Ik gebruik nu momenteel de... gewoon de controller als mic. Zerkvies is een geweldvrije zon. Ga maar naar buiten. Ik hou van liefde, niet vechten. Maar voor jou maak ik altijd graag een uitzondering. Ben je klaar om Robocop te schoppen? Ik heb wat problemen met die vraag, maar waarom niet? Waar schrijf ons in voor het gevecht? Daar is een console. Ik vind het wel de moeite in het Nederlands om zo toch eens gedaan te hebben. Ik heb ook... Uncharted, de Uncharted-reeks op Nederlands gespeeld, na natuurlijk eerst Engels te spelen. Maar ze gebruiken echt wel goede voice actors. En vroeger, ja, als je de tekenfilm keek, dat was ook meestal Nederlands als à la Holland. Dus... Ik win dat onderdeel voor je. De meeste video's die wij konden kopen of huren waren toch Nederlands van Disney, dus... Bovenaan? Reken maar. Ik hoop dat dokter Nefarious niet voor problemen zorgt. Oké. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben nu op het moment. Ik ben goed bezig, denk ik, want ik krijg progress. Wacht even, oh shit. Waves? Motherfuckers! What the? Man, die doen damage. Ik weet niet. Oh, dat was gemaakt. Dat was gaan, die was ernaast. Nee, zijn wel effectief tegen de gespaas. Leven. Link Miegel. Ah, wat? Wat? Handhaver. En niet zo'n goede range. Dat is wel een nadeel. Ah, dan moet dan leeg. Weet het nog niet gebruikt, dat is een nieuw wapen voor mij. Wat? Mag er een plant van? Hoe ik die geraakt heb, dat weet ik niet.
Oh, jammer dat ik daar juist moet gebruiken. Ah, well. Next wave dan. Hoeveel ammunition heb ik? Dat is niet 3, hè? Oh, lekker. Get him! Wow. Hij is ook een discobal, gelijk in de vorige. Dat is wel tof. Get funky. Nee, maar sommige dingen zijn wel cringe in Nederlands, moet ik wel toegeven. Maar... ja, dat klinkt gewoon beter in het Engels. Maar voor de rest, steeds goede voice acting. Hoge productie tekenfilm of Disney eigenlijk gewoon. Het zijn gewoon voices van Disney, dus... ik wil niet weten hoeveel geld dat daar aan besteed is. Of misschien zijn ze gewoon fan van het project, kan ook, dan hebben ze geluk. Maar het zal wel geld mee gemoeid zijn. Believe me. Ja, ik moet dringend leven hebben. Thank you. Effectief. Nog één. Ernaast. Wauw, nog eens ernaast. Hij leeft maar. Hoeveel waves zijn dat? Kom op, 30 leven. Bullets. Het is wel niet zo gemakkelijk als de vorige, dat wil niet. De vorige, ja, de remake zou ik zeggen. Die graphics, man, Jesus. Ik speel nu wel op Ray Tracing Performance Mode, dus... De graphics kunnen nog beter, maar dan zijn de frames ook lager. Dus ik heb liever frames in plaats van graphics. Dat is persoonlijk speel natuurlijk. Er zijn mensen die liever 30 frames spelen. Maar de PlayStation kan wel redelijk waar. Ja, de late eigenlijk gewoon zijn niet bestaande. Dat is ook al een redelijke feat. Zelfs in Spider-Man, dat was echt erg laat en start. Hetzelfde met Returnal, denk ik, en Demon's Souls. Maar ze kunnen laat sequences doen eigenlijk in cutscenes. Hè. Dan doen ze van die animaties die een beetje langer duren. En zo kunnen ze dat fixen, maar ze bestaan nog wel natuurlijk, maar ze zijn goed gemerkt. Nee, er is niks van eigenlijk. Dus een hamer gebruiken. 3 damage. Maak niet uit, ik krijg die signaalversterker. Ik zie dat ik straks een nieuwe partner nodig heb, Pierre.
Stefanie, nu gebruik je de microfoon van de controller. Ik weet niet of de sound effects die uit de controller komen, die ook misschien niet storend zijn voor de mensen die luisteren naar de stream. Ik heb totaal geen idee, want ik gebruik normaal mijn headset. Maar... momenteel niet. Ik ging achter mijn Discord kijken, dat is al even geleden, maar dan is er weer een battle moment en mijn wapens zijn leeg. Kom aan, help mij! Oeps, ja, in de put. Daar gaan we een backup. Fuck. Fuck. Leven nou. Bijna. Dat lukt niet helemaal. Fuck. Spelen. Ah, daar gaan we. Kut. Snel, even. Discord kijken. Oké, sleep keeper. Voor je game eigenlijk niet echt gelet worden, hij was gewoon voornamelijk geschoten. De basis is dan vrij gemakkelijk, maar je moet er wel op letten wat dat is zijn. En waar je zelf ook bent in de level natuurlijk. Ik ben hier iets in spring. Wel als we daar nog vrij vergeven tot zijn. De respawns. Die is leeg. Oh fuck. Fuck. Oh fuck. Loot. Bitch. Waar raak ik hem ook? Move, move. Wat is dat bij hem? Ik kan je even niet bewegen. Oké. Okay. Oh, weg. Wow, alle plantjes zijn dood. Sterker nog, ik ben nu bij die Lombax. Hey, ik ben Rivet. Wat? Hoi. Wauw. Dit is... Wacht, oké. Ik moet je iets vertellen. Dr. Nefarious heeft zichzelf gekroond tot keizer van deze dimensie. Hij deed wat?
Nee. Ik heb mijn handen vol aan mijn eigen Nefarious. Dat is het probleem. We moeten hen en ons hier wegkrijgen. Maar zonder de Dimensionator... Ik denk dat we een nieuwe moeten bouwen. Ik ken een profeet op Safari. Hij heet Gary. Hij weet wat we moeten doen. Dat is hier maar een paar sectoren vandaan. Ik kan gaan kijken. En wat kunnen wij doen? Hebben jullie de planeet Blizzard Prime in deze dimensie? Ja? Hoezo? Daar vinden we het fasekwad dat de Dimensionator van stroom voorziet. Als ik gelijk heb, hebben we een replica van een apparaat zo gemaakt. Dan moeten we gelijk aan de slag. Blij dat het goed gaat, maatje. Ik ook, Ratchet. Pas goed op jezelf. Wauw. Een andere Lombex. We bouwen dat ding. Ik weet niet wat er hier net van het kijken is, maar ik heb even de toilet break pakken. Als jouw Zircon, de Zirky, tegen geweld is, waarom heeft hij dan een gevechtsarena? Nou, Zirky's is een familiebedrijf. Hij runt de gastropub en juffrouw Zircon sponsort die arena. Zirky Junior is de charmante omroeper. Dat is, curieus. Where do we go now? Zal ik nou mijn skip of wat? Alrighty then. Deze stem bijvoorbeeld, dat is een heel bekende. Wat heb ik zoal gedaan?
Oh, wat praten met mijn smachtende grens. Genieten van mijn mooie omgeving toen ik ontdekte dat er twee brutale lombeksen rondrennen die alles willen verpesten. Dus, ik bied een premie van 3 kwiljoen Nathalius vrijheidsbonnen voor iedereen die me die pluizige ratraaiers brengt. Levend of dood, maar niet verleefd. Dan kan ik er eerst nog wat mee spinnen. Volgens mijn uitgebreide spionnennetwerk zijn ze straks op Blizzard en Safar. Dus, aan de slag! En, als die lombeksen meeluisteren, weet dat ik jullie zal vermorselen tot stof. En dan dat stof in een zon gaan lanceren. En dan die zon erin! Nu sta ik op 2 Nefarious dodenlijsten. En hij weet waar we heen gaan. Oh jee, we moeten naar. Hopelijk kan Ratchet de profeet snel vinden. En naar Blizzard Prime. Zie je wel, hij heeft een Aladdin gespeeld als Hakim. Ratchet de dimensionator gaf zodat hij kon zoeken naar de lombeksen. Nooit gedacht dat ik een van ons zou ontmoeten. En nog minder dat ik een thuis zou vinden, als je dat dan zo mag noemen. Denk je echt dat dat zou kunnen? Nee. Nee? Nee? Lilo and Stitch, Teenage Mutant Ninja Turtles. Looney Tunes. Lego Star Wars, Yoda Chronicles. Dus ja, veel bekende toch wel. Inspector Gadget. Princess and the Kicker. Sonic Boom. TV-serie, Pokémon, Cow and Chicken, That's So Raven, dat zijn een paar voorbeelden. Bam bam. Oké, even dingen fixen. What the fuck is on the disco? Okay, waar zijn we? In Prime. Oh. Dat was ongelooflijk. Low gravity, cool. Ik had dat leuk in games. Iedereen in de wal, denk ik. We moeten fase kwijt. Maar ik denk niet dat het dit heeft overleefd. Huh. Deze kant gaat precies niet echt. Of ik moet erop schieten, maar ik ga even al die dozen kapot kloppen, denk ik. Boom. Zo dan. Ga ook. Deze kant gaat niet. Ik kan daarop springen, maar ja, wat doet dat? Niet veel. Het moet daar ergens zijn, hè. Ik zal daar wel eens op schieten of zo zeker. Misschien naar daar springen, naar rechts. Zie ik ook wel een optie in. Ziet er een beetje kapot uit. We moeten ja, een beetje. Ja, toch. Ja, we gaan niet langs daar. Dan zullen we wel moeten springen. Toch niet? Nee. Oké. Okay. Wat is dit? Dus? Is
dit jouw blazer? Nee, maar we kunnen hier intact fasekwarts vinden. We gaan op zoek naar de mijnwerkers. Grapjes. Maar ik doe wel damage. Ik moet echt mijn leven zien te upgraden op de een of andere manier. Of minder geraakt worden. Dat is ook een optie. Seismische activiteit. Wellicht veroorzaakt door instortende barrières tussen dimensies. Dus deze is de steen dat ervoor zorgt dat ik van hier naar daar geraak, denk ik. Anywho. We moeten aan de andere kant van het raam komen om de lockdown op te hebben. Nog een dimensie, denk ik? Ja, de instabiliteit wordt steeds erger. Daarom is de mijn waarschijnlijk offline. Waarschijnlijk. Dus dan een andere dimensie en dan terug naar een andere dimensie. Als je raam terug is. Geen planeet. Wat wil je nog meer, hè? Mijn geest? Prima! Neem maar! Als het helpt, ik heb ontdekt dat in een andere dimensie Blizzard nog intact is. Nog intact? Wat bedoel je? Natuurlijk. Wat is groot. Als de planeet nog niet is verwoest. Misschien is een landbak gewoon klein. Wie was dat? Als de landbak klein is, dan is Clank ook kleiner. Oké, we hebben nog een beetje van kristal. Ah, oké. Okay. Mijn genetische botten. Pak die landbak! In de naam van onze keizer! Soldaten van de Verre. Pak die landbak! Slaan en teruggaan naar de dimensie die nog heel is. Maar niet heus. Kom. Goed. Spring. Oh, aan. Nee. Oh ja. Tot. Hoe gaan we dat fasekwarts te pakken krijgen? Laten we een mijnwerker of technicus in intacte dimensies. Van mijn dimensie. Bravo Pupport zijn best grappig als ze niet in je erko proberen te bijten. Dat is dus klopt.
Zo glimmend. Lava, een mijnplatform. Ik ben eventjes bezig, Boutje. Bruh. Nog meer boeven voor u? Shit. Blijkbaar. Bedankt voor de vlammende blizzard. Dat ben ik niet gewend. We moeten het fasekwart zien te krijgen. Maar hoe? Laten we iemand vragen die de weg weet. Goeie plan. Ding dong. Weet jij de weg? Weet jij de weg? Niet dan. Ah, dit is het centrum van de mijn. Misschien kan iemand ons naar voren wijzen. De werkplek van de hoofdtechnicus moet hier vlakbij zijn. Jij zit vol met leuke feitjes, of niet? Zeker. De gemiddelde mijnwerker zit bijvoorbeeld 72% van zijn leven onder de grond. Wow, echt? Nee, maar ik wil je niet vervelen doordat er feitjes op zijn.
Maar moeten zijn feitjes nog altijd niet onjuist zijn, hè? Aardbevingen, lockdowns, interdimensionale kloven. Ik neem ze niks kwalijk, maar we hebben die boor nodig. We moeten opschieten. Wat er ook met Blizzard in mijn dimensie is. Nee, waar is die boor? Waar heb ik? Heb ik nog? Sparen. Ik denk dat we vlak bij die werkplek zijn. De versiering hier is iets kleurrijker dan in mijn dimensie. Boutje, opletten. Sorry. Met die veiligheid kom je bij de werkplek. Bedankt. Wauw. Het lijkt steeds erger te worden. Het is best mooi. Het is moeilijk om te verdwalen in deze game. Ik ben altijd op de goede track blijkbaar. Ik ben niet altijd even nuchter als ik dit speel, dus. Daar, dat moet de hoofdtechnicus zijn. Hallo? Ja, maar... Hoor je dat ook? Nee. Nee? Stemmen? Ik hoor ze nog niet zo lang. Maar waar het paars is... Oké dan! Eerst de bevingen en het bliesel. Daar bestaan psychiaters voor. Behalve iemand die vraagt of je straks naar fasekort. Krijg je van die leuke pillen. Niet dat ik weet wat hier aan de hand is. Weten wij veel? Misschien spookt het hier overal. En daarom scannen mijn wetenschapsbots nu dat paarse. En? Het paarse. Ik moet ze gaan halen. Als het fijn is. Waar is mijn telefoon? Daar. Shit. Wacht. Even. En ik breng ze veilig hier naartoe. Deze bots hebben een boodschap uit jouw dimensie opgevangen. Misschien van die persoon die we zagen. Hopelijk kan die helpen om uit te pluizen wat er is gebeurd. En het hier voorkomen. Kom op. Game Pass, waar heeft hij dat gepost? What the fuck, dude? Hit him. Bip, 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 bip. Game. Test, test voor de radio. De bots zullen de paden gemarkeerd met meetpalen zijn gevolgd. Ik denk dat ze meeluisteren via het paarse. De beving is onbepaald. En dat is steeds erger. Veiligheid staat voorop. Probeer niet te struikelen, vallen of iets te breken. Ik zal proberen, maar ik kan niks beloven. Dat is wel nogal een moeilijke opgave. Om mijn eigen zeer te doen. Kijk. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Ja, kijk. Het is geen makkelijke opgave voor mij. Het valt nogal veel vertrouwen, vind ik. Dit kan ik wel. Als het lukt. Wij lopen een gigantisch veel gevaar. Oh shit, daar gaan we. Nou. Ga maar even blijven hangen en dat die weg is. Hij is weg. Spring. Oké. Andere dimensie. Fixed. Geen lava meer. Haha! Maar wel... monsters. Kill! Hij is dood. Hartstikke dood. Waar moeten we nu heen? Waar moeten we heen? We moeten naar...
daar. Nee, dat was benad. Oh ja, low gravity. Juist. Nevermind dan. En nu moet ik naar... daar ergens. Ik weet dat al wat ik moet doen. Het is niet gemakkelijk, maar ik moet het doen. Oh fuck yeah! Zo'n beetje alles op deze planeet zijn. Inderdaad, we moeten. Ja. Yep. Deze is hem. Kantelen? Nee, ik moet naar beneden met mijn camera. Ik moet gewoon zakken. Zo dan. En dan... Waar is mijn... Oh, dat is een stom shot, jammer. Dan kijk je nu naar boven, die Dave. Ah, die belichting, ja, maar... Hoe leg ik die camera positioneer? Heeft ook impact op de belichting. Wat ergens logisch is, maar ergens ook niet. Wacht, hoe gaan we dat fixen? Belichting. Iets. Nee. En dan gaat dat wazig worden. Ja, dat is niet goed. Ja, dat is veel te cool om niet te laten zien eigenlijk, hè, te begin. Belichting is zo goed. Gezichtsveld. Dat blijft mooi, hè? Nee, dat is niet authentiek, hè. Nee, dat is vals spelen.
Ja, zoiets. Jot. Nee, dat doe ik. Zoiets. Leven. Reken. Misschien heeft het over de veiligheidsprotocollen. Ik vind dat niet erg opgenomen. Hallo, ben jij mijn nieuwe beste vriend? Yep. Nee, je moet terug naar de hoofdtechnicus. Vriendschapsverzoek afgewezen. Verdrietige geluidjes. Terugkeren naar hoofdtechnicus. Oh, niet zo zeuren, Jim. Hopelijk heeft hij interdimensionale berichten opgevangen en was hij niet te druk met vrienden zoeken. Geïdentificeerd, gevaarlijke entiteit. Hallo. En nu? Yes, I'm gonna need that. Of course, if we can. And here. The brug is terug. Dat nog. We moeten naar. Boven, ja, ik ga proberen. Bitch. En deze YouTube video mag ik ook weer aanvinken als niet geschikt voor kinderen. Bitch. Ben je altijd bang dat iedereen die ontmoet voor Keizer Nefarious werkt? Bijna iedereen die ik ontmoet werkt ook voor Keizer Nefarious. Motherfucker, ik zit hier vast. Wacht. Dat was brandje. Oké, gefixt. Bom, maar. Zo is het. Ah!
fight. Niet kapot. We zijn bij het bokplatform gekomen, maar de werkende robot is in de intacte dimensie. Ja, we zien iets over het stretch. Oké, ik zie de robot op het platform aan de rechterkant, voorbij de kapotte brug. Daar moeten we kunnen komen. Misschien moet je het gewoon langs daarboven doen. Legit. Of langs hier, kan ook. Oh, de kraan heeft het kristal verplaatst. No. Mogelijk, hè? Als we nu nog misschien over die brug kunnen waar die kristal over is gegaan, maar ik denk het niet. Ik denk dat we manueel naar daar moeten. Dus we switchen naar de kristal. Hoppakee, en dan gaan we daar nog eens kristal en dan zijn we daar op de goede manier. Hoppakee, en we zijn er. Gefixt. Even wachten. Timmy. Turner. Timmy Turner. Lock floor. Waar is een mail, ja. Vriendjes. Kijk er aan, vriendjes. Ja, DuckTales. Veel bekende stemmen.
wel misschien zijn, maar... Moest het wel een nieuwe brug zijn. Wacht, nu zijn we hier en we kunnen terug naar daar met dat kristal, maar dat moeten we niet, toch? Denk ik, we moeten toch verder, denk ik. Echt, daar kunnen we komen, dat is niks. En dan moeten we nu naar... Toch gewoon terug naar daar. Goed. Oké. Okay. Boorplatformen. Nou ja, voormalige platformen. Ik weet 1000000% zeker dat hier kloven zijn geopend. Daar vind je de bots. Ik ga even opzoeken wie de voice actor is voor de hoofdtechnicus. Nederlands. Stemacteur dan. Stemacteur. Kan niet vinden. Shit. Motherfucker, jongen, echt waar. Ga ik hier aan leven, want... Damn it. Motherfuckers! Die zijn met te veel gewoon, die krap.
splinterbom, jongen. Onbekend. Onbekend. Niet te gaan. Ja, ik moet daar niet mee. Tot gaan. Dat ga ik niet halen. Nope, daar gaan we weer al. Fuck. Oké. Okay. Tot nu toe vullen de bazen nog vrij goed mee. Tot nu toe. Onbekend. En met spreek me een meer dan de helft van mijn leven al kwijt. Ik heb nog 4 leven. Fuck. Rescue me. 4 leven. Ik kan ook laser schieten. Nu niet meer. Hier, leven, leven, leven. Wat kut krabben. Veertig van de 40 niveau omhoog. Killen. Kill the crabs. Misschien nog de baas focussen, dat is misschien nog iets slimmer. Ja, motherfuckers, met die krabben echt. Het is een damage dat je die niet aandacht geeft. Het is nog maken dat ik leven ben. Hey. Oh man, dat is allemaal XP, maat. Dat wilde niet weten. Help! Fuck! Dat is ook op. Oh man, ik ben steeds nog. Dat is leuk. Kom ik niet meer leven? Die pakjes nog. Stomme kutkrabbel. Leeg, fuck. Hier pak ik mijn plant. Zo, die doen dood. There we fucking go. Nou. Waar is de boor? Kom aan Jim, waar zit dat? Waar is Jim? Is dat Jim? Jim. Is dat Jim? Oké, ja. Ik neem je mee naar onze fasekwartsboor in de naam der vriendschap. Dat kan niet goed zijn. Die dimensionale afwijking is identiek aan degene die we op Sargasso zagen. Mooi, dat betekent dat jij ermee kunt dealen. Als je beste vriend moet ik je waarschuwen dat de dimensionale instabiliteit de boor kan hebben geraakt. Wat betekent dat? Als je beste vriend wil ik niet dat je je zorgen maakt. Dus ik zal het over uitweiden. In plaats van onverwachte muziek.
Ik kan geen toestemming geven om de boord te gebruiken tot die buis is ontstopt. Laten we hier een karaoke gaan zingen. Hou je van karaoke, beste vriend? Ik zal het ook haten als jij het haat. Ratchet. Zeg, Julio, neem ik aan. Ze klinkt niet blond. Ik vraag me af waarom ze nog niet terug gaat naar mijn weg. Wacht even. Hoe kunnen die rode wormels zweven? Come on, Eric. Hop. Nu moeten we naar de andere kant, maar daar zijn ook twee missies. Auw, slim. Pijn is fijn. Zeg je dat nu? Daar, we kunnen via deze grond. Dus even kijken wat er. Ik wou checken wat de tv zegt. Waar is het? De remote. Ze zeggen dat dit het is 2160p, dus 4K. Dat 1440p was, maar het zou kunnen dat het misschien upscaled is. Dat weet ik niet. In performance mode. De V zegt 4K, maar ja. Als het upscaled is, dan weet hij ook niet beter.
voor een smart TV is dat toch vrij dom.
Ik voel een idee aankomen. Een Syrangiaanse buffoit met honingglazuur. Maar welk drankje past daar goed bij? Ik heb meer nodig. Meer inspiratie. Meer honing. Denk aan die arme mijnwerker. Ze verhongeren. Explode it. Fuck. Een Syrangiaanse buffoit
Met honingglazuur. Maar welk drankje past daar goed bij? Ik heb meer nodig. Meer. Meer honing. Denk aan die arme mijnwerkers, Rivet. Ze vonden. Die mijnwerkers verdienen ook een toetje. Dus dat betekent dat ik nog een laatste keer moet lijden. Lijden. Got this shit. Ik ben prettig gestoord. Shit, ik heb geen kogels meer. Killed hem. Straks weer. Het allemaal. Straks was. Maar, bom is nog goed. Yup, we got this shit. Ah, dat is toch wel goed, man. Ah. Shit. Waar is dit wel handig voor dat je ineens de dag moet gaan? Ik heb beter bij gedaan. Nou ja. Stop them in their tracks. Pig, that'll do. Oh, ricochet. Yeah, look. And I have a field day with this one. Bam, they're dead. I think that's it. That's it, I guess. Eureka! Nice. Sweet, sweet victory. But now is my fantasy ontwaakt uit zijn sluimer. Dit honing is
Smorgasburg. Je hebt niks gedaan. Dank je voor je ondersteuning. Misschien raak je geïnspireerd om zelf eens kunst te maken. Ik ben vooral blij dat die mijnwerkers eindelijk geen krijgen. Goed, hoe kom ik weer bij ze terug? Oh, met die veiligtaxi moet het wel lukken. Je hebt een spionboot van het verzet. Daar staat info op alle planeten en plannen voor een geheim wapen als je er genoeg verzamelt. Door al dat eten vraag ik me toch af, Boutje, wie kan er beter koken? Jij of Ratchet? Oh, nou, dat is niet zo moeilijk. Ik natuurlijk. Jij dus, of niet? Ik wist het. Pam pam. Is dat niet de verkeerde kant? Ik denk het wel. Ik moet naar daar. Ik denk het wel dan. Nee, ik moet naar die portaal denk ik. Kijk, wacht. Yep, die portaal. Ik weet niet of dit side missions zijn of whatever, maar niet waar ik moet zijn normaal gezien. Die zijn wel. Waar is dat? Zo prime. Ik kan er niet op in. Zo wat. Ooitje. Afwerking. Huh. Zijn wel optionele missies. Nou. This isn't one of them. Ik ben gewoon rogue. In ieder geval, daar. Zouden dingen zijn? Eens kijken, hè. I need XP. Ouch. Over there. Okay. Where? Oh, did here. Thanks for the rocks. Raritanium. Upgrade. So let's welcome. And bolts, yeah, they're always welcome. Now where do we go? There's still that part where I can buy stuff. I don't know if I can get there from here. Should be able to get there like this. Whoops. And then like that. There you go. Let's
En? Nee, ja, maar vanmorgen. Wat denk je dan? Gaat het lukken? Gaat dat lukken? Ziet blauw? Ziet blauw? Het valt mee. Wat? Ik snap hem niet echt. Ik moet naar daar. Maar ik denk niet dat springen mij veel goed gaat doen. Ik kan wel eens proberen. Nee, toch niet. Gaat niet lukken. Maar dan hebben we dat ding. Dat daar hangt. Dat doet niks. Ik kan er niet naartoe springen. Ik kan niet naar daar. Ik kan niet naar daar. Er is wel een rails dat daar loopt. Heel rare rails trouwens. What the fuck? En ik moet naar... Daar. Ik moet naar daar. Daar. En ik ben hier. En... Wacht, daar. Ja, misschien... Als ik naar daar kan springen. Kom aan, doe het. Oh. Kom aan. Yes. Oké. Stapje verder. Ik denk niet dat het een stap terug is. Ik denk dat dat wel een stapje verder is. En dan? Boempatat. Moet ik naar... daar. En dan zal ik hier op zo'n diamant er kunnen slagen waarschijnlijk. Niet. Of niet? Ik moet naar daar in ieder geval. Springen gaat niet lukken.
Wel een rail die naar daar loopt. Daar eens op kan springen. Oké. Waarschijnlijk zou ik zelfs wel zo een kristal vinden om te swappen. En dat dan alles in zijn orde is. Hunkie dory. Best crisis, hè. Anywho, hier is al niks. Mij helpt. Als die er niet open gaat. Die gaat niet open. Dat raam kan ik niet breken. Nope. Oké. Wacht, hè. Dat is wat, daar kan ik hier naartoe. Nee, ik kan hier niks komen, het is gewoon een tand. Als ik hier nu van tijd kan missen, weer dan nog maar een kristal of zo. Zou iets anders zijn, maar helaas. Wat was dat? Niks. Oké. Weg ermee. Daar, hoe kom ik daar? Oeps. There we go. Ik kan geen toestemming geven om de boord te gebruiken tot die buis is ontstopt. Fuck, hoe ver ben ik nu al niet terug? Oké. In ieder geval, dat is een vrij groot stuk terug, denk ik. Goed naar daar. Wacht. Ik moet naar. Oké, we zijn terug waar we waren ongeveer. Dat was die deur. En nu waren we daar. Dan moest ik naar. Maar hoe komt het daar? Jezus, dan moet ik al switchen van Deadland. En waar is de reason? Daar natuurlijk. Ik
Fuck. Hoe kom ik daar? Langs daar. En dan langs daar. Oh, motherfuckers, ik kan het niet meer. Oh my god. Oh my god. En... Oh man. Dit is gewoon hatelijk. Omdat... Je moet gewoon heel dat stuk opnieuw doen, dat is gewoon kloten. Dat hoeft gewoon niet. Dat is niet nodig. Niet heel dat stuk, gewoon een stuk, maar niet heel dat stuk, come on. Up, gaan. Allee, up. Bam. Alles blokken kapot. Maar... Daar willen we heen. En er was een... steen in... daar... daar moesten we eens naartoe gaan. En dan gaan we daar op slaan en dan zijn we daar binnen en dan is het aan de andere kant van het verhaal. Inderdaad. Inderdaad. Maar hoe zat het nu weer? Nu moeten we daar. Daar. Nu werken die bazen nog wel, dus normaal gezien moeten we daarover kunnen sliden. Hoe komen we daar boven? We kunnen daar. Moeilijke opgave. Kunnen we naar buiten? Nope. Ah, dat ga ik niet. Fuck. Dus... Ik moet in deze tijdperk zitten. Nope. Noppers. Ik moet naar die portaal gaan. Geen gemakkelijke opgave worden. Fuck. Als ik nu gewoon van hier naar daar kan sliden of zo gewoon. Of van hier naar daar. En dan. Dan was ik er ook. Gaan we zien wat we kunnen doen. Verder we graag. Let's go. What the fuck, ik sprang, man. Vrouw. Ik ga altijd Rivet. Waar is Ratchet? Dat is de main protagonist. Niet Rivet. Ja, dat is ook niet slecht. Als het met PC moet zijn, zeker.
Nu zijn we aan deze kant. We moeten naar daar. Naar daar. Een of andere portal of slider. You know. Oh, okay. Hij kan ook. Lift. Boom. Let's go. Where do we go now? Okay, we're on the great black bar. Data! Give me the data! Ja. Clank, je bent er. Ik maakte me al zorgen. Was je op mij aan het wachten? Een paar minuutjes maar dat is niet erg. Ik heb in die tijd een lijst van mijn neuroses opgesteld. Maar ik dwaal af. Je mogelijkheden wachten om naar de metacomputer gelijk te worden. Dat is een zware bol. Die drukt alle objecten naar beneden. Dat klinkt best voor de hand liggend als je het hardop zegt. En wat staat er dan in het boek van jou? De meest recente collectie kennis in het universum. Verzameld door mijn vader. En wie is dat? Jij kent hem denk ik als de loodgieter. Is hij jouw vader? Wat doet hij nu? Genieten van zijn eerste vakantie. Ooit. Dus ik heb de... Maar hoe heb je de titel profeet gekregen? Ah, die naam heb ik niet zelf gekozen. Die kreeg ik van de Savali-monniken nadat ik ze geholpen had om een deel van het archief te ontcijferen. Wat betekent dat? Oh, gewoon veel wijzen en dingen zeggen als... Dat is een Plagiaans telefoonboek. Dat is een Kurtjutant. En dat is een Terragon liefdesgedicht. Hey.
ook op 2 uit dat rode raken. Atomosfeer.